en visgraat, dus met een achterwiel zo naar de nada hikken. Met die dingen gaan we dat identiek zelf doen. De 8- en 9-jarigen, die mogen ze klaarzetten. We gaan zo dadelijk het appel doen, dus we gaan nu één voor één oproepen, dan mag je tot de... En ze worden achterna gezeten door de... Hoe heb ik? De laatste die bestoot af, om hier is al op taart, ik wil het opschalen. Nu is het een middel loop, kijk hem op, hè. De stad is gegeven in de kasteelpost van 2024. Het is ook een... Maar je moet wel even staan, hè. Het straks wel een lichte Goed zo, Jente, kerel. Heel slauw, dat doet niks, joh. Dat doet niks. We gaan het kijken. Goed zo. Klopt, hè? Deze niet, hè. Thomas, goed bezig. Ik ben Johanna. Ik ben een beetje door bed. Hier zijn ze. Kom on, hè, goed bezig. Het zijn allemaal 9-jarigen. Wacht nog eventjes op de 8-jarigen in het gezelschap. Kom on, helemaal oppikken, hè. Man aan de leiding dus Veel Wouters, gevolgd door Rixie en dan Matteo de Bie. Het drietal dat net voorbij kwam was Louis Oort in het gezelschap van Jente Daniel. Nog een drietal. De Bram van Bal. Oh, en er komt er nog eentje. Dat gaat Lin zijn. Thank you.
Heel goed, Jantje. Hoe gaan we het twee keer? Kom aan, Adrien. Hoi. Daar is er een. Hij komt de groen en wit en geel. Kom maar, hij alles geven. Kom op. Hup, 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 hup. Trappen, kom op. Trappen. Trappen, Benjamin. Kom op. Hup, 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 hup. Trappen, trappen, kom aan. Kom op, hup, 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 hup. Kom op, hup, 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 hup. Twee ronden nog voor onze 9-jarigen. Twee ronden nog hier voor Matteo de Wie. Dat moet Wolpert zijn. Inderdaad, nog twee ronden voor Nathan Wolpert. Nathan Wolpert op twee ronden voor het einde. Onze 9-jarigen doen dus vier ronden. Onze 8-jarigen gaan zo dadelijk de laatste. We hebben daar werk in dat technisch gedeelte tussen de bomen. Van de dreef naar het. Ja, die was een beetje in zijn blootje. Come on, Louis!
Dan de laatste ronde, de nummer 2 komt er ook al uit de bocht. Laatste ronde voor de leider, laatste ronde voor Veel Wouters. Laatste ronde ook voor Rick Mols, bij de doortocht hier aan de Kobrik. Laatste rondje. Dante Parisi, die komt daar ook uit de bocht. Ook hij gaat beginnen aan die laatste ronde. Dante Parisi, ook nog strijd voor plekje nummer 4. Goed door die bocht hier op de grindbak. Laatste ronde ook voor Matteo de Wie. Laatste ronde, Matteo. Laatste ronde. Laatste ronde hier voor Jente Daniels. Er is daar ook afscheiding in dat groepje gekomen. Dat moet hier van Louis Oorts. Dus hier met de... Oh, nog één, hè, voor hem, hè. Laatste ronde nog, hè. Nog één. Nog één, hè. De 14. Hier ook laatste rondje voor Louis Oorts. En daar is, denk ik, Mathieu Matthijs. Hij gaat hier de overwinning pakken in de Kasteelcross. De vuist aan de lucht, maar ik zal blijven rijden om de streep. Mathieu Matthijs pakt overwinning, de eerste winnaar van de dag in de Kasteelcross. Tweede plaats, verdienstelijk voor. De laatste ronde moeten we beginnen op niveau nummer 1, als de laatste ronde is. Dan krijgen we hier Thomas Verbraken, de man uit Heusden Zolder voor Sport en Strip Polsburg. Pakt de derde plaats. Einde wedstrijd nu voor iedereen. Einde wedstrijd. En dit is Thomas van Herk, die over de streep komt. Goed gedaan, Thomas. En einde wedstrijd nu voor iedereen. Dit is Bram van Bouw. Dante Parisi, die komt daar ook uit de bocht. Ook hier nummer 4. Tot hier, tot aan die poort kunnen spoelen. En dan is hier voor Jente Daniels. Er is daar ook afscheiding in dat groepje gekomen. Dat moet hier. Het is hier met de... Oh, nog één, hè, voor hem, hè. Laatste ronde nog, hè. En als ik... Haal me misschien. Nee, dat is rijdt naar de overwinning, de man uit Kielen, de man uit Groot-Leeuw, de man van Team Kempen, Veel Wouters. Hij pakt hier de tweede overwinning van de dag. Hij de tweede winnaar, proficiat, Veel Wouters, de man van de Vosselaar 1. Tweede plaats gaat hier naar Rick Mols van de Netconnect Cycling Team, de organisatie hier achter de veldwit in de Vosselaar. Knappe prestatie. Van Dante Parisi in het gezelschap van Lid Lambergs, we mogen allemaal de wedstrijd beëindigen. Derde plaats hier voor Dante Parisi.
Hij is nog heel dicht gekomen, maar niet meer op de duur voor Matteo de Bie. Op plekje nummer 4. Hier Jente Daniels. En hij beëindigt de wedstrijd. Van laatste bocht in net zijn 2 nog spurten voor die verdere ereplaatsen. Tussen Louis Oorts en Nathan Holtens. Dus Oorts die het haalt voor Holtens.